Hoi, ik ben Rico. Hoi, ik ben Stijn. En wij zijn eerstejaars studenten engineering, werktuigbouwkunde. Ik was altijd erg nieuwsgierig naar hoe dingen werken en hoe je producten kunt verbeteren. En ik ben best creatief en ik hou van technisch ontwerpen. Bij deze opleiding werk je regelmatig aan echte opdrachten met echte bedrijven. Zo hebben we samen met onze groep voor het Amsterdamse bedrijf Urban Aero een fietslot bedacht dat zowel veilig is als makkelijk in gebruik. Urban Aero maakt elektrisch aangedreven bakfietsen voor onder meer PostNL en Coolblue. Wanneer de koerier een pakketje gaat bezorgen, moet hij de zwaar beladen fiets op slot zetten en van het slot halen. De bezorgers moeten tientallen pakketten per dag afleveren. In allerhaast vergeten de bezorgers de fiets van het slot af te halen, met alle gevolgen die. Wij kregen als opdracht om een nieuw slot te ontwerpen wat veilig is en een einde maakt aan alle beschadigingen. We hebben eerst alle vier zelf een concept ontworpen en hebben vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem gekeken. Aan de hand van de keuzematrix kwam het stuurslotconcept als best uit de bus. Het werkt simpel, snel en is goed te integreren. Tijdens het ontwerpen van het slot hadden we twee grote uitdagingen. Hoe monteren we het slot op de fiets zonder het frame aan te tasten? En hoe wordt het slot geproduceerd? Het slot bestaat uiteindelijk uit drie componenten. Het kopstuk, de cilinder en het drukslot. Deze drie componenten worden uiteindelijk in elkaar geplaatst. Het drukslot wordt ingekocht en de andere twee componenten worden door middel van metaalbewerking geproduceerd. De samenwerking met Rico en Stijn was goed. Je kon zien dat ze de opdracht interessant vonden. Ze hebben er veel energie in gestoken. Ze zijn jong, energiek, ze zijn creatief. En ze zijn echt met een goede oplossing gekomen. De samenwerking leek erg op de realiteit. Bradford dacht goed met ons mee en gaf ons tips om het ontwerp nog beter te krijgen. We zijn meerdere malen op bedrijfsbezoek geweest bij Urban Aero. En daardoor leer je beter begrijpen wat er allemaal speelt in het bedrijf.